Ik heb al dyslexie en nu heb ik ook nog eens Frans. Heel veel van onze leerlingen hebben echt geen goed gevoel bij die, bij die taal. Nochtans is het de taal van de liefde, maar daar hoort dan ook weer al. Je suis, tu il eh, Van alle werkwoordvormen bij, van alle woordenschat bij. Binnen Eureka-onderwijs hebben we een aantal schema's gemaakt die het makkelijker maken om werkwoorden te gaan vervoegen. Maar ook hoe ga jij die klank gaan doen binnen Frans? Want het is toch wel anders dan bij het Nederlands. Bij het Nederlands zeggen we nogal snel, ja maar schrijf wat je hoort. Dat is een goede begin. Maar als ik zeg je suis, ja die je, in het Nederlands zeg je daar je tegen. En die je betekent dan nog eens jij. Terwijl je is in het Frans weer ik. Pff, verwarrend. Wij hebben dus een structuur gemaakt om Frans op een veilige manier binnen te brengen. Dat doen we door zowel Frans, en natuurlijk vanaf het middelbaar pas, Engels en Nederlands te gaan combineren. Welke grammaticale regels gelden voor beide talen of waar is het net compleet tegenovergesteld? We vertrekken fel vanuit het redeneren, zodat leerlingen met een leerstoornis waarbij het niet vanzelf gaat, kunnen gaan werken op hun redeneervaardigheden en niet moeten vertrouwen op hun geheugen. Hopelijk mag Astrid je verwelkomen bij deze studiedag waar we dieper ingaan bij Frans, Engels en Nederlands. Ontdek wat Eureka-expert te bieden heeft. Abonneer je op YouTube, bezoek onze website en oefen online met Cleverkids.